langzaam gaat, dan reageert hij veel langzamer. Ja, en als je ook inzoomt met je kijker, dan zie je veel meer beweging. Ja, ook dat nog. Het gaat dubbel op. Dat is nog steeds. Ik probeer dus te ontdekken of daarvoor een otter gaat bewegen. Buiten. Het doosje ook nog tegengekomen. De aard en de rof en de aard en de rof. Ik kan dit nummer niet. Bij ze 54 volgens mij kan dat. 53, allebei leeg. Nou is het niet leuk weer. Nou wil ik weer een man. Ik heb een dichte! 55 zit dicht, 60 is open. Is het 60? 455, of is het 5545? 54. Ik vind het allemaal geweldig, hè? Muis. De twee onderdelen in elkaar zetten. De bovenkant van de tunnel haakt achter het klepje. De onderkant steunt tegen de achterste twee puntjes. Het lipje houdt de bovenkant vast. Totdat hij klik zegt. Dan wordt hij in deze positie geplaatst. Met de leefruimte schuin, zodat hij niet vol water kan lopen en de dieren niet verdrinken. De muis door de tunnel naar binnen loopt, zit hij achter de leefruimte en raakt hij dit ijzerdraadje hier achteraan, waardoor het klepje dichtvalt. In de week voor het vangen worden de vallen uitgezet en met lokstof gevuld, zodat de muizen alvast kunnen wennen aan de vallen. En zit er een veiligheidspal op, zodat ze er niet in blijven zitten. We openen het klepje. En trekken de veiligheidspal open. Waardoor het mechanisme niet meer werkt. Dan trekken we hem weer los. En hij kan weer dicht. En ja, dit is niet de tweekleurige, omdat die brand breed is en overloopt, hè? Die ja. Tweekleurige heeft zo'n harde overgang, hè? Je hebt geen harde overgang, dus het is niet pas boem. Maar je mag het eigenlijk niet op zich nee, ja. Zeggen. Ton had het vermogen over, dat kon die pas aan een schedel of zo, dan wist je het pas zeker. Ja, dan weet je of het een twee of een driekleurige is. Als je naar de tuintjes kijkt, dan weet nee, de gewone of de tweekleurige. Dat kan wel, hoor. Oh shit. Waar is hij? Oh geweldig, als je daar blijft zitten. Nee. Jongens. Nee. Zet je hem helemaal bovenop? Misschien moet je eerst. Ja. Oh, jammer, helaas. Ik neem al op hoor, dus je kunt hem. Even mee. En dan moet je een flink stuk beest pakken. Ja. En dan zijn voetjes erachter. Heb ik hem? Ja, je hebt hem perfect. Ik heb hem. Nou jongens, foto. Oh, dit vind ik heel naar. Oh, gelukkig, wacht. Ja, ja, weet ik veel. Ze hadden het over tenen knippen en staarten afknippen. Ja, dat deden ze vroeger, joh. Vreselijk. Dat is een tijd geweest dat ze dat deden, hoor. Zie je dat? Nou, perfect. Ja. Zet je hem weer neer? Arme beest. Heb je hem mooi? Ja, ik heb hem mooi. Oké, kan die op de grond? Ja, zet maar neer. Eigenlijk moet je het consequent doen en aan de rechterbeeld doen. Ja? Ik zou de andere kant op lopen als ik jou was. Ik ben nu even gestrest. Oké, vul hem. Ja, ik heb een fotonummer erbij zetten. Altijd de goede. Ik heb er een huisdier bij. Hij vindt dat nog helemaal niet zo erg, hè? Nou ja, ik ben op zoek naar
Ja, ze kruipen ook wel je nek in en dan moet je weer helemaal zo. Je nek. Oh, niet onder je rugzak. Oh, je arm overheen. Ach, oh. Hoppakee. Wat een hulpje even. Zit je broek goed dicht? Aan de bovenkant? Nee. Ik ben niet vies van zo'n muisje. Nee, maar als je je in je oksel gaat hangen, dat... Hij is nu toch gesprongen, hè? Je voelt hem niet meer. We hebben niks, nee. gezien, dus... Je voelt hem niet meer. Ja, daar. Ja, stop. Hier, stop. Hier. Mooi. Ah, geweldig. Hopen we nog een eindje door.